Diep in mijn hart heb ik wel een soort angstig gevoel van... hij zal er niet degraderen met PEC Zwolle, want dan begin je lekker in de Kuip. Als je ziet hoe laat je weg moet om hier normaal onwoord uit te komen, dat is echt niet normaal. De school die gaat samenwerken met de clubhuis en dat vind ik heel belangrijk, dat de kinderen altijd blijven sporten. Hartelijk welkom bij deze uitzending van TV Rijnmond. Clubhuis Feyenoord heeft de deuren geopend aan de rand van het Afrikanenplein in Rotterdam-Zuid. En die plek is niet voor niets gekozen. Heeft te maken met de clubgeschiedenis. En de missie van Feyenoord sluit naadloos aan bij de behoeften in deze wijk. Straks meer daarover, eerst ander nieuws. De kogel is door de kerk. Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Na dit seizoen vervangt hij Giovanni van Bronckhorst. Hij heeft een contract getekend tot 2021. En we kennen hem van Jong Ajax, daar was hij trainer. Reading in Engeland. En bij PEC Zwolle, daar is hij momenteel de trainer van. De reacties op de komst van Jaap Stam zijn gemengd. Zo, daar schrik ik van. Daar schrik ik van, ja. Een geweldige naam. Ook een hele grote speler geweest natuurlijk, international. Maar als trainer een heel klein lijstje. Ja, ik kan me er toch niet aan de indruk onttrekken dat het een redelijk opportune keuze is. Want ik vraag me dan af, als hij nog bij Reading had gezeten, beter gezegd in de wachtkamer na Reading, of Feyenoord ook bij hem was uitgekomen. Hij heeft zich natuurlijk in een korte tijd geprofileerd bij PEC. In positieve opzicht, daar weet Feyenoord alles van. Maar ook in negatieve opzicht, want de laatste wedstrijden verloor. Je bent net zo goed als je laatste dag, zeggen ze vaak bij spelers. Dus dat geldt misschien ook wel voor de trainer. Dus diep in mijn hart heb ik wel een soort angstig gevoel van... hij zal toch niet degraderen met PEC Zwolle, want dan begin je lekker in de Kuip. Denk je nou dat Dirk Kuyt nog een rol gaat spelen in deze nieuwe setting? Ja, dat zal ik wel hopen. Ja. Dan mag ik wel hopen dat hij erbij betrokken gaat worden. En ik denk dat heel fijn... Waarom hoop je dat? Omdat Dirk de in- en outs kent van Feyenoord. En dat geldt ook van Van Persie. Ik zou ook aan Van Persie een belangrijke rol willen geven daarin. Van Persie met Dirk Kuyt en Jaap Stam. Dat zijn drie geweldenaren die je wel met elkaar kan verenigen. Dan heb je twee clubjongens, de allergrootste Van Persie. Je hebt Dirk Kuyt, die een geweldig visitekaartje kan leveren. Trouwens, alle drie. Maar dan staat er wel wat. Ik zou deze drie mensen... En dan heb je eigenlijk alles wat je moet hebben. De resultaten zullen het moeten bewijzen. Ja, en hij heeft een Ajax-verleden, Emiel. Zullen we ophouden met mensen te stigmatiseren met een Ajax-verleden? Ik moet eerlijk zeggen, kijk, we praten nu op de dag na Real Madrid-Ajax. En ook een dag, zeg maar, na alle commotie, die nog steeds niet is weggeëpt van het spandoek in de Kuip tijdens Feyenoord-Ajax. Ik denk eerlijk gezegd dat enige bescheidenheid in Rotterdam als het gaat om Ajax-sentimenten en zeker als het gaat om die haat die je maar blijft voelen, onbegrijpelijke haat, onbegrijpelijk, kan er niet over uit, dat we... Zeker Jaap Stam hier moeten achtervolgen met een Ajax-sentiment. Overheerst blijdschap of ligt de teleurstelling als het gaat om de keuze voor Jaap Stam? Ik zit een beetje in het midden. Een beetje wat de supporters ook hebben. Je ziet ook in die polls, het zit een beetje op de grens. Nogmaals, maar geef hem wel goede spelers. Ik bedoel, Jaap Stam, ik ken hem persoonlijk in de zin van dat ik hem als verslaggever wel een paar keer een microfoon onder de neus mocht houden. Zoals jij nu met mij doet. Dus in dat opzicht altijd een goede indruk gemaakt. Stabiel. Man met een groot voetbalverleden. En ik ben ook wel benieuwd naar zijn visie. Maar daar zullen we de komende weken, voor zover hij niet met PEC Zwolle bezig is natuurlijk, misschien nog wel het een en ander over te weten komen. Het werelds grootste zeeschip is vanaf vandaag weer even te zien in Rotterdam. Het gaat om de Pioneering Spirit. Die ligt nu even in zijn thuishaven bij de Tweede Maasvlakte. Het werkschip van bijna 400 meter lang en met een oppervlakte van maar liefst 8 voetbalvelden is net terug van een project in de Baltische Zee en bereidt zich voor op een nieuwe klus op de Noordzee. Het voorbereiden bestaat uit voedsel inslaan voor de aanstaande tocht en het aan boord brengen van het benodigde materiaal. In Rotterdam-Olmoord komen automobilisten 's ochtends en 's avonds hun wijk nauwelijks meer uit of in. En dat komt allemaal door één rotonde die is afgesloten voor onderhoud. Als je ziet hoe laat je weg moet om hier normaal onwoord uit te komen, dat is echt niet normaal. Nee? Hoeveel vertraging normaal loopt u op? Gewoon alleen al vanuit onwoord denk ik dat ik zomaar 30 tot 35 minuten extra over doe als normaal.
De wijk in en uit kan in Ommoord eigenlijk maar op 3 manieren. En als er eentje uit ligt, geeft dat gelijk problemen. Het drijft automobilisten tot gevaarlijke capriolen, zoals spookrijden over het fietspad en zelfs vechtpartijen. Ja, er zijn 2 vechtpartijen geweest. Er zijn mensen die over fietspaden zijn gegaan en met de auto half in de sloot beland zijn. Het is gewoon een totale crisis hier in Oost. U maakt zich boos als leefbaar raadslid van de oppositie dat dit zo lang moet duren. Het is nou gaande, dat onderhoud. Kan dat nu alsnog versneld worden? Ja, dat kan zeker versneld worden. Kijk, er zitten 4 weekenden in. Dat zijn 8 dagen. Nou, dat is een week minder. Als je dan bijvoorbeeld ook nog eens zegt, de heren stoppen nu om 4 uur 's middags, laten ze naast tot 's avonds 9 uur doorwerken, dan worden het nog 2 weken. Volgens de gemeente Rotterdam kan niet zo makkelijk van de huidige werktijden worden afgeweken vanwege het uitharden van asfalt. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam dringt er bij het Rotterdams College toch op aan maatregelen te treffen. U krijgt er ook stress en irritatie van. Nou, ik laat me gelukkig niet zo heel erg snel stressen, maar dat het niet leuk is, is een feit. Want ja, ik moet ook naar mijn winkeltje toe. Ja, het is nog even geduld. Maar ja, het is allemaal ten goede, hè. Dadelijk wordt de verkeersstroming beter. Dat is de bedoeling. Dat hopen we maar. Ja, ja, ja. Nou, ik ga u dan nog veel succes wensen. Dankjewel. En bedankt. Oké, fijne dag, hè. Hoi, hoi. Hoi. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de verflaag op de Van Brienenoordbrug veilig verwijderd kan worden. In de verf van de westboog van de brug zit het giftige chroom 6, zo bleek eerder. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor de oostelijke boog, maar dat moet nog worden aangetoond. Binnenkort wordt de brug gerenoveerd, maar onduidelijk is nog wat dit betekent voor de duur van de renovatie. En wat dus de gevolgen voor het verkeer zullen zijn. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse is in 2013 door meerdere oorzaken failliet gegaan. Tot die conclusie komen de curatoren die onderzoek deden naar de oorzaak. In november 2012 begon de laatste bestuurder van het ziekenhuis. Hem wachtte een zware klus. De financiële situatie was op dat moment niet goed. Wel was de reorganisatie op dat moment al in gang gezet. Van Zoelen heeft een trekrecord dat hij een goede reorganisator is. Dus waarschijnlijk is hij daarvoor ook binnengehaald. Helaas heeft hij zijn werk maar heel kort op die wijze kunnen doen. Want toen kwam het mederedenrapport en toen ging al zijn aandacht daar naartoe. Het onderzoek naar de problemen op de afdeling cardiologie had een grote impact. Het is onduidelijk of die problemen de nekslag voor het Ruwaard waren. In ieder geval is het zo dat het mederedenrapport een belangrijk feit is in dit verhaal. Want daardoor zakte de omzet met 10-15% in één keer in elkaar. Minister Schippers schorste de cardiologen voor een lange tijd. Blijft de vraag wat er was gebeurd als de cardiologen weer eerder aan de slag hadden gemogen. Vanaf 17 december waren natuurlijk wel cardiologen via het Maastricht ziekenhuis alweer aan het werk. Maar om nou te zeggen dat als de cardiologen die er zaten weer allemaal aan het werk hadden gekomen, dat het faillissement had kunnen voorkomen, is het antwoord nee. Het Spijkenisser ziekenhuis was toen al in gesprek met overnamekandidaten. Een faillissement kwam daardoor dichterbij dan een warme doorstart. Uiteindelijk heeft niemand de warme doorstart willen doen. Want kennelijk was het ziekenhuis er financieel al dermate slecht aan toe dat een warme doorstart niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Het Ruwaard werd uiteindelijk het eerste ziekenhuis in Nederland dat failliet ging. Volgens de curatoren is er veel van te leren. Er kan beter samengewerkt worden tussen alle partijen om in de toekomst ziekenhuizen, als er nog eentje failliet gaat, beter te kunnen begeleiden dan op dit moment gebeurt. Enkele sportclubs in Dordrecht moeten verhuizen en dat sleept al jaren. OMC, de voetbalclub, die is hier weg naar FC Dordrecht. Maar voetbalclub Dubbeldam, korfbalclub Movado en de tafeltennissers van TTV Dordrecht, die zitten daar, die moesten met z'n drieën naar een nieuwe gezamenlijke accommodatie op Sportpark Schenkeldijk. Maar die komt er niet. Een paar weken geleden kwam de gemeente met een nieuw plan. Dubbeldam mag zelf nieuw gaan bouwen en de tafeltennissers en de korfballers die gaan maar naar volleybalclub Next Volley in Sporthal De Dijk. Het plan wat nu gepresenteerd is, daar zien wij niet zitten. Nee, het voelt als een mes in de rug. We hebben van tevoren, jaren geleden al neergelegd dat onze eigen zaal een voorwaarde is voor ons om mee te doen aan de plannen. En dit is nu niet meegenomen. Het gaat de goede kant op, maar er zijn nog heel veel dingen uit te zoeken en te bepalen. En dat zijn niet de minste dingen. Dat zijn hele grote financiële en juridische zaken die nog geregeld moeten worden onderling. Een nieuwbouw voor alleen Dubbeldam is er geen Dubbeldammer die daar nee tegen zegt. Als we zien dat er 3 kunstgrasvelden aangelegd worden, dan krijgen we voldoende trainingscapaciteit. Maar als we kijken naar de financiële bijdrage, kunnen we geen eens een clubhuis van de omvang van nu bouwen.
Dus ja, daar lopen we de trein mis. We gaan met elkaar overleggen, kijken waar we elkaar nog kunnen verbeteren, aanvullen. En dan gaan we gewoon vanuit dat er iets moois gaat ontstaan. Het voorstel wat er nu ligt voldoet niet. Dus we gaan met de partijen aan de gang. Ja, u gaat kijken of de gemeenteraad wel wil meedenken, meehelpen. Ja. Maar ja, u heeft een langlopend contract hier. Ze kunnen u ook niet zomaar op straat zetten. Dat is, denken wij, ook onze troef inderdaad. We hebben nog een contract van 11 jaar voor de grond. We hebben het eigendom van het pand. Ja. Kijk maar. Op het Afrikanenplein in Rotterdam-Zuid is Clubhuis Feyenoord geopend. En dat heeft zo zijn redenen. Feyenoord heeft een missie in deze wijk. En de historie van de club begint hier. Dit is heilige Feyenoordgrond. Hier is het allemaal begonnen, de club. Dit was de eerste plek waar ze speelden. Dus ja, dat Feyenoord hier nu terugkomt, dat vind ik eigenlijk hartstikke mooi en gepast en symbolisch. Wat gaan jullie bieden? We hebben 4 pijlers vanuit ons maatschappelijk beleid. Dat is sport, onderwijs, werk en welzijn. Daar is ons maatschappelijk beleid op ingericht. En ja, vanuit die pijlers gaan we allemaal activiteiten organiseren hier voor de mensen in de omgeving. Meer sporten, activiteiten. Ik ben heel trots omdat dan kunnen de kinderen die hier wonen meer, die kunnen dan meer sporten. Feyenoord is mijn favoriete club. Kinderen blijven actiever en komen meer naar buiten. En, ja, en ze op elke woensdag voor sport hier. Ja, dus ja. De school die gaat samenwerken met de clubhuis en dat vind ik heel belangrijk, dat de kinderen altijd blijven sporten. Als je denkt aan sport bijvoorbeeld, om het tastbaar te maken, zullen we hier structurele trainingen aanbieden. Waar het niet zozeer gaat om het voetballen, maar vooral over de normen en waarden, discipline die we willen overbrengen. En wij proberen ondersteunend te zijn aan de scholen en de kinderen net dat extra zetje te geven, waardoor ze net wat beter presteren op school. Door mijn werk bij Feyenoord heb ik ervaren dat zodra je dat logo op de borst hebt, dat bij kinderen iets gaat spranken in hun ogen. En ja, dat is gewoon een stapje extra te doen. Je raakt geïnspireerd, je hebt al die voorbeelden om je heen. Dus ik denk dat het heel goed is dat we nu dit clubhuis hier in de wijk kunnen neerzetten. En dan in de wijk echt dicht bij de mensen zelf dat verschil kunnen gaan maken. Ik zat bij mijn moeder op de bank thuis een tv te kijken. En daar kwam Giovanni van Bronckhorst in een tv-programma van Linda. En toen zei hij dat hij een project ging draaien voor de kinderen in de wijk van Zuid. Ja, dat trok mij echt direct aan. En toen dacht ik, nou, ik doe social work. Zij doen sociaal werk. Laten we samen gaan werken. En Feyenoord is jouw club? Ja, Feyenoord is mijn club. Dat is absoluut, ja, gelukkig wel. Ja. En onze collega op Zuid krijgt ook een plekje in het clubhuis Feyenoord. Maar het is een gebied met verhalen. En daar hebben wij denk ik te weinig aan gedaan de afgelopen jaren. Andere media ook. Dus wij willen er zijn. De verhalen die liggen hier op straat. Maar je moet er wel zijn. En daarom hebben we een plekje. En daar ben ik echt hartstikke blij mee. Ik kijk er heel erg naar uit. Tot zover deze uitzending van TV Rijnmond. Blijf ons volgen voor het nieuws en onze updates via rijnmond.nl en onze app. Straks de uitgaanstips. Ik wens u nog een hele fijne avond verder.